filmpje van haar geur en interieur. Ik dacht, we gaan het voorjaar nog wat meer in huis halen. Zoals je kunt zien op mijn YouTube kanaal heb ik al leuke ideeën gedaan met de voorjaarsbollen en de voorjaarsstok. Nu dacht ik, ik haal wat tulpen in huis. Mooie paarse tulpen. En wat voorjaarsbloesem. Leuke takken. Die wou ik gaan maken in deze vaas. Ik begin met de tulpen. Even het elastiekje eraf. Ik snij ze iets korter, een beetje schuin. Ik heb ook een beetje lauw water gebruikt. Iets te lang. En voilà. Alle tulpen in de vaas steken. Beetje leuk speels neerzetten. Daar zo, in het midden. Tulpen zijn altijd leuk in het voorjaar. Maar denk er wel aan dat je ze een klein laagje water geeft. Waarom? Tulpen die groeien eigenlijk door in de vaas. En hoe meer water je ze geeft, hoe harder ze groeien. Nou, klinkt eigenlijk vrij logisch. Ja, ik ben het ook wel eens vergeten. Zo, nou, dit is al leuk. Nu nog de voorjaarstakken. Ik haal willekeurig overal een stukje af. Met een mes en die stakjes steek ik gewoon in. Eigenlijk is het heel simpel. En zo creëer je wel weer een heel leuk voorjaarstuk op tafel. En wat zijn de kosten? Nou, ik denk dat je een vaas wel in huis hebt. Een paar takken, nou, ik heb ze wel bij de bloemist gehaald. Maar je zou ze ook uit de natuur kunnen halen. Nou, een bosje tulpen 2 euro. Voor 2 euro, 2,50 euro heb je weer een leuk stukje op tafel. Valt mee toch? En je hebt er weer een week plezier van. Zo, ik pak nog één takje. En dan vind ik me eigenlijk wel geslaagd. Hier nog eentje. Die daar zo, dan doen we die hier in de hoek. Voilà. Klaar is het voorjaarstukje. Ik zou zeggen, veel plezier met maken. Heel simpel, maar je moet even op het idee komen. Bedankt voor het kijken.